Groningen, City of Talent. De stad barst van de culturele instellingen. Maar voor hoe lang nog? Vanaf 2015 zijn de inkomsten uit subsidies uiterst onzeker. Reden voor de organisaties om aan de politieke partijen een gezamenlijke brief te sturen. Met het initiatief hoopt men dat bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's extra aandacht wordt geschonken aan cultuur. Want de donkere wolk hangt boven de kunstwereld. De dreiging houdt in, we beginnen bij de bezuinigingen die eraan komen en die nu wel aangekondigd worden, maar nog niet merkbaar zijn, maar waarschijnlijk zwaarder uitpakken dan we nu bevroeden. Er is nu extra geld op de begroting uitgetrokken voor 2 jaar. Dat zou in principe vervallen met ingang van 2015, dus het jaar na de komende verkiezingen. En ja, dat zou wel een hele grote vermagering van het geld voor de cultuur in de stad betekenen. Cultuur zorgt voor een breed denkraam. Als je culturele dingen meemaakt, en dat kan op de breedste manier zijn, dan leert dat toch altijd wat van. Je ontwikkelt je daarin en het is gewoon een beetje het zout in de pap. Vooral de sector beeldende kunst maakt zich zorgen. De gemeente doet moeite, maar is dat genoeg? Ze hebben zich de naad uit de kous gelopen om toch dat beeldende kunstklimaat ook goed te houden. Maar je ziet het gewoon minder worden. De muziekscene in Groningen is en blijft groot. Kraantje Papi, Dope D.O.D., Noisia, allemaal stonden ze aan de vooravond van hun carrière in Simplon. Ik zal niet zeggen dat wij ze hebben groot gemaakt, maar je geeft ze wel de gelegenheid om te groeien. En dat laatste is gewoon een hele belangrijke podiumfunctie van Simplon. Die moeten overeind blijven. Ondergetekenden van de brief, waaronder ook Martini Plaza, het Noord-Nederlands Toneel en het Grand Theater, hopen op een positieve reactie. Ja, ik hoop eigenlijk dat ze goed luisteren en dat ze denken, hé, we moeten er echt een goed evenwicht in brengen. En moeten misschien nog wel eens het veld ingaan om te kijken, wat is nou zo de infrastructuur in de stad? Hoe werkt dat allemaal samen binnen de cultuur? Zodat je ook goed weet wat er gaat gebeuren als je hier of daar een steen uittrekt. Want dan kan dat bouwwerk wel eens harder in elkaar gaan zakken dan je eigenlijk je van tevoren bedacht had. Voorlopig staan de bouwwerken in ieder geval nog overeind. Hoe lang dat zo zal blijven, is nog maar de vraag. De politieke partijen hebben nog niet gereageerd.